Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van Bucky's Adventures. Ik ben Robin. En ik ben Bente. En dit is onze hond Zimo. En met z'n drieën rijden wij samen in onze zelfgebouwde camper door Europa. Hoi, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Week 34 van ons reis. Ja, we zijn in Marrakesh. Daar hebben we nu een week op de camping gestaan. Camping Le Relais. Ja, ligt net buiten de stad. Ongeveer 20 minuutjes met de auto, taxi naar het centrum toe. Ja, ja, hebben we van de week eigenlijk ook gedaan inderdaad. Ja. Dat is heel goed aan te rijden vanaf hier. Ja, we staan hier al best wel lang eigenlijk voor ons. Meestal staan we een paar dagen op dezelfde plek. Langs wat we hebben was iets van 5 nachten, maar nu staan we er al meer dan een week. Ja. Dus het is voor ons best wel iets nieuws, maar eigenlijk ook weer best wel leuk. Ja, ik vind het wel lekker. Even zo'n mini vakantie, lekker tot rust komen. De camping heeft ook echt wel hele goede voorzieningen. Hadden jullie vorige week natuurlijk al gezien, zijn we eigenlijk speciaal teruggereden naar de camping. Omdat ze dus ook een monteur hebben ter plekke, Mohammed. En die heeft onze auto gemaakt, wat een aantal problemen. En zoals altijd. Zoals altijd, ja. Het is elke keer weer iets. Maar het is super fijn, want hij repareert je auto gewoon op de plek zelf. En normaal moet je garage zoeken en moet je maar net weten of je überhaupt bij je auto kan blijven. Of dat dezelfde dag klaar is. Ja. En hier is dat helemaal niet erg, want je blijft gewoon in je camper of je gaat lekker bij het zwembad hangen. Ja. En we hebben nu echt ook inderdaad gewoon een mini vakantie. Dat we gewoon bij het zwembad zitten en lekker in de zon zitten. Ja. Wat je normaal op een normale vakantie zeg maar doet. Is het inderdaad een mini vakantie deze week. Ja, het is wel lekker. Gewoon lekker pilsje erbij. Je kan hier ook gewoon een biertje bestellen. Dat is soms ook lastig in Marokko. Ja, wel. Je merkt wel dat het lastig is in Marokko. Want een normaal biertje is 5 euro of zo. Maar ja, bier is hier heel duur. Ook in de supermarkt. Als je het allergoedkoopste flesje koopt, ben je al 1,50 kwijt. Ja, en maar het is gewoon frisdrank en thee en zo. Dat is wel gewoon normale prijzen. Ja. Dus dat is wel lekker. Dus dat. Nou, super fijne camping. Je hebt mijn ouders opgehaald bij het vliegveld. Zimo was helemaal door Dolle heen. Ja, zeker. Die vond dat super leuk om ze weer te zien. Zij zijn dus in de stad nu en vanaf maandag gaan zij de huurcamper ophalen. Ja, want je kan dus ook een camper huren op Camping Le Relais. Ja, vanaf het bedrijf Zigzag is zeg maar hetzelfde als de camping-eigenaar. Maar die verhuurt als één van de weinigen of als enige, dat weet ik nog niet helemaal. Verhuren zij campers die je dus in Marokko kan rondreizen. Ja. Als je zelf geen camper hebt of het een te lang stuk vindt om naar beneden te rijden. Nee, precies. Dus we gaan even kijken hoe die camper daaruit ziet. En dan daarna richting Eid Ben Haddou en Ouar Zazate. Ja, dat zijn de volgende. Weer een leuke week. Veel kijkplezier. Camping Le Relais is een mooie camping net buiten Marrakesh. De plaatsen zijn ruim en goed onderhouden en alle voorzieningen zijn aanwezig. In het midden van de camping vind je een goed restaurant en een heerlijk zwembad waar je kunt afkoelen of lekker kan relaxen in een van de lichtbedden of hangmatten. Mocht je Marrakesh willen bezoeken met de camper, kunnen wij dus zeker deze camping aanraden. We zijn weer onderweg. We hebben vanmorgen de camper opgehaald van de ouders van Robin. Die rijden nu ergens achter ons. En we gaan nu naar Eid Ben Haddou. Dat is een oude Berberstad. In de Hoge Atlas is het volgens mij. 3,5 uur rijden ongeveer. We hebben tip gekregen om via de P1506 te rijden. Nou, dat zeg je thuis waarschijnlijk niks, maar als je ook hier in Marokko bent, dan ken je de weg misschien wel. Als laat hem zo zien. Het schijnt waanzinnig mooi te zijn. Dus we gaan lekker die kant op. Mijn ma is wel ziek helaas. Ja. Wij hebben dat ook gehad toen we net in Marokko kwamen. Alleen maar buikpijn en kotsen en dat soort dingen. Ze gebruiken hier toch andere bacteriën om het water schoon te maken. Dus dat is even minder. Maar we gaan genieten van de rit, denk ik. Ja, volgens mij heeft iedereen dat een beetje als hij Marokko inkomt. Horen het in ieder geval een stuk vaker. Dus
Dus ja, het is een paar dagen vervelend. En nu een klein stukje om, omdat we die wegnemen. Maar volgens mij is het maar 20 minuten, ja, dacht ik. Dus ja, daar gaat-ie. Nou, na een mooie en lange rit gisteren zijn we aangekomen in Eid Ben Hadou. Daar hebben we al een nachtje gestaan inmiddels. Ja, op een soort ja, camping wil ik het niet noemen. Een soort parkeerplaats bij een restaurant waar je dan zeg maar betaalt. €4 per nacht. Ja, nee. Ja. 40 dirham. Ja, 40 dirham, €4. Dus bij een restaurantje kan je eten, hebben we niet gedaan zelf, hebben we ergens anders gegeten. Ja, het was dicht. We wilden daar wel eten, maar er was helemaal niemand. Dus ja, we zijn even verder gelopen. Was ook heel lekker. Ja, nacht was wat minder goed. We hebben, denk ik, tijdens het vanlife nog nooit zoveel wind gehad 's nachts. Nee, we dachten echt dat alles gewoon eraf zou vliegen. Nou, we hadden natuurlijk al zonnepaneel die er al af was gevlogen. Dus daar hoefden we geen zorgen over te maken. Maar gewoon de dakluiken en zo, alles kraakte. En, de bus ging helemaal in en weer. Ja. En... ja, de lucht is ook super slecht, want het is gewoon een groot stofwolk buiten. Dus dat, de hele tijd heb je zand tussen je kiezen, in je ogen. Dat is echt verschrikkelijk. Ja, maar het is wel een grappig dorpje om naartoe te gaan. We konden niet overal naartoe, want ze zijn dingen aan het filmen hier zo. Want het is dus bij waar ook de Gladiator is gefilmd en de Mummy. Dus het is hier best wel een groot soort openbare filmstudio. En ze zijn er nu weer wat aan het filmen, dus we konden niet alles zien. Nee, maar het is een leuk stadje, dus die gaan we eens even laten zien. Ja. En dan daarna gaan we naar Eid Ben Hadou door naar Oer Shahzad. Ze zijn de grotere studio's. Ja, we gaan kijken of we een tour, gaan doen door de Atlas Studio's. Maar we moeten even kijken hoe dat werkt. Of je een tour moet doen of zo, dat weten we nog niet. Nee, ik kon online niet zo heel veel vinden. Maar ja, eerst Eid Ben Hadou. Ja. Eid Ben Hadou is een van de meeste toeristische steden in Marokko. De stad is gesticht in de 8e eeuw, maar de gebouwen die je hier vindt zijn niet ouder dan 300 jaar. Dit komt namelijk omdat alles van leem gebouwd is en het niet heel lang meegaat. De stad was vroeger erg belangrijk als tussenstop voor handelaren die van Marrakesh naar de Sahara trokken. Tegenwoordig vind je er vooral toeristen, maar ook wordt de stad vaak gebruikt als decor voor films en series. Zo namen ze de serie Outer Banks op tijdens ons bezoek. Eid Ben Hadou is een leuk stop als je meer wilt weten over de Berbercultuur. Thank you.
Goedemorgen. Nou, na Oersa zaten we nog een half uurtje doorgereden. Qua afstand is het niet heel ver, maar het is grotendeels off-road, dus het schiet niet heel erg op. Moesten ze door een riviertje heen om hier te komen. Dus dat was wel wat leuk om te doen. Had ik niet verwacht in Marokko. We zijn aangekomen in de Vind-oase. Dat is een hele grote oase. In een grote klif eigenlijk. Van een kloof is het. Vanaf veraf zie je eigenlijk helemaal niet dat je hier een oase tegen gaat komen. Het is heel droog de rest van de omgeving. Maar we staan hier aan de rivier. Midden in het groen. Het is echt een waanzinnig mooi plekje. Wat wil je nog meer? En dat in Marokko. Vandaag gaan mijn ouders nog even lekker wandelen hier in de oase met Simo. Bent en ik gaan zo meteen naar de filmstudio's van de Atlas Studios. Er zijn bekende video's hier opgenomen. Zoals de Gladiator, de Mummy en een aantal andere grote films. En daar zijn dus de studio's van te bezichtigen hier. Dus daar willen we zo meteen heen. Eerst nog even lekker ontbijten en dan rustig terugkachelen. I can never be lonely if you put your hand in mine. I can never be lonely if you walk with me this time. I can never be lonely if you promise you won't leave. I'll never be lonely. So long, but what if it goes wrong? And you walk right out. In Oersa Zaten vind je een heleboel filmstudio's, zoals de Atlas Studio. De Atlas Studio is de grootste die je hier ook zult vinden en vele bekende films zijn hier ook opgenomen. Denk hierbij aan de Mummy, Asterix en Obelix, Prison Break, Cleopatra, Game of Thrones en nog veel meer andere. Je kunt de filmstudio's bezoeken voor 8 euro per persoon en je krijgt een rondleiding door de sets. De studio is de grootste ter wereld qua omvang en er zijn ook een aantal redenen waarom er zoveel films in Marokko gemaakt worden. Ten eerste is de arbeid erg goedkoop, waardoor het bouwen van een set relatief goedkoop is in vergelijking met andere landen. Ook is het bijna altijd zonnig, waardoor het licht goed is om te filmen en is het landschap zo afwisselend dat vele landen hier nagespeeld kunnen worden. De rondleiding door de studio duurt ongeveer een uur en vooral als je echt een filmgek bent, is het leuk om de echte set te kunnen bezoeken. Het is wel leuk, onderweg kom je langs de weg allemaal koffietentjes tegen. Voorheen had je dit nog niet zoveel, maar sinds coronatijd moesten de koffiewinkeltjes dicht in Marokko. Nou, wat hebben ze nou bedacht? Ze hebben de koffiemachines gehouden en die hebben ze in een auto geplaatst. En zo verkopen ze langs de weg dus overal koffie. En onze ervaring is dat die vrij goed is. Vaak kun je dan voor 50 cent kun je een cappuccino halen. Dus even een koffietje om bij te tanken voor onderweg. Can I get a cappuccino? Ja, ik ook. 4? Ja. Do you have 4? 4? Ja. No, merci.
We sluiten de week af op camping Garden of Eden in Tangier. De camping ligt naast een prachtige oase en vanaf de camping kun je direct beginnen aan een mooie wandeling. Dit stuk klinkt voor geen meter, want Bent loopt alleen maar te lachen. Maar ik ga het toch in de video plaatsen, omdat ik dit anders 10 keer moet inspreken. Volgende week gaan wij naar de Totra-kloof en rijden we de echte woestijn in bij Merzouga, waar we met een quad over de zandduinen scheuren. Mocht je de video leuk vinden, vergeet dan vooral niet te abonneren op ons kanaal en een duimpje omhoog te geven. Tot volgende week!